Het voordeel van een ontbijt is dat je voor je werktijd kunt beginnen. En een ondernemer heeft natuurlijk zijn tijd hard nodig. Ronald McDonald huizen zijn bedoeld voor ouders, broertjes en zusjes van zieke kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Zij kunnen in het huis logeren en zo tijdens de ziekte van het kind dicht bij elkaar zijn. Ik vind het een perfecte locatie, perfecte gelegenheid, perfecte tijdstip om te netwerken. Nou, voor ondernemers denk ik dat het heel erg interessant is om hier naartoe te gaan vanwege het netwerken. Ervaringen delen en elkaar gewoon weer eens een keer persoonlijk ontmoeten en ja, elkaar de echte hand te schudden. Ronald McDonald huizen krijgen geen overheidssteun. We zijn dus volledig afhankelijk van giften en donaties, zowel van particuliere bedrijfsleven, verenigingen, scholen. Het is altijd wel leuk om samen met Baarndrechtse ondernemers van gedachten te wisselen. En te kijken of je wat voor elkaar kan betekenen. Het is de bedoeling dat op een hele informele manier de nieuwe contacten gelegd worden. Daarbij gelijk de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij andere bedrijven hier in de regio. En ja, dan toch de achterliggende gedachte dat je tegelijkertijd een nuttig doel steunt.